Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau. Welkom bij Tijd voor Volleybal. Het is de spannendste reguliere competitie ooit. En zowel bij de heren als bij de dames. Ik praat vandaag met de hoofdrolspelers. Rob Bontje van koploper Numidia VC Limax. Richard Ralemaker van Reko Zevenhuizen. Nienke Oud en Rosa Entius van VC Snake. In onze nieuwe rubriek rijdt Bo Roda een blokje om met Paul van der Ven. Hoofdtrainer van de tweede onthulling van dit seizoen, Simplex SSS Barneveld. Maar na successen is er ook jammer nieuws. Een aantal eredivisieclubs hebben aangegeven volgend jaar te stoppen. Daarover ga ik het hebben met de technisch directeur van de Nivobo, Herman Meppelink. En we spreken over de nieuwe bondscoach van de Oranje Dames, Felix Kozlowski. En in de nieuwe rubriek Bellen met het Buitenland sprak ik zelfs met de nieuwe bondscoach. Spraakmaker van dienst is Jan Berendsen. Heel veel te bespreken dus, want er gebeurt veel in de volleybalwereld. En juist daarom maken we dit programma. Want er gebeurt zelfs meer dan je denkt. En dan is het nu tijd voor volleybal. Ja. Welkom aan tafel. Gaaf dat je weer kijkt en luistert. Vorige keer deed ik een oproep om ons programma te steunen en te doneren via Tiki. Daar deden jullie massaal aan mee. En daar zijn wij jullie heel dankbaar voor. Met jullie steun kunnen we dit programma blijven maken. En wij willen graag wat terugdoen voor de mensen die ons steunen. Als vaste supporter kun je nu je petje afnemen voor Tijd voor Volleybal. Met een tientje steun jij onze show en krijg je toegang tot onze exclusieve content. En met heel veel tientjes kunnen wij deze show blijven maken. Dus neem je petje af voor de show en steun ons. Ga naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal en steun ons programma. Dan over naar de spraakmaker van dienst. Vandaag is dat Jan Berendsen. 31 jaar lang was Jan Berendsen volleybaltrainer in de Eredivisie. Waarvan 27 jaar bij Arke Pollux Eurosport en 4 jaar bij Etteflix Ommen. In totaal werd hij 6 keer kampioen van Nederland, won 4 keer de Supercup, 4 keer de Nationale Beker en bereikte de Final Four in de Europa Cup. Mag ik een daverend applaus voor Jan Berendsen? Jan, je bent dus jarenlang trainer geweest van Arke Pollux en nu Eurosport. Vorige uitzending hadden we het er ook over. Die zijn failliet, ze hebben zich teruggetrokken. Hoe kijk jij naar dat nieuws? Ja, bedroefd. Het is natuurlijk jammer wat er gebeurt, maar wel een ontwikkeling die er aan zat te komen. Want? Er is een te kleine groep mensen mee bezig. En volgens mij heeft het ook heel weinig te maken met geld. Want het zijn mensen met grote bedrijven die erachter zitten. Het heeft te maken met energie. De energie is op. Ze zijn er aan begonnen. Het resultaat komt niet snel genoeg. Ze worden niet snel genoeg landskampioen. Zien er te weinig uitkomen. Moeten er te veel tijd in steken. En de energie van welke mensen? Van de bestuursleden. Oké. Ja. En ik hoorde dat de voorzitter aan het begin van het jaar is opgestapt. Dat is helemaal niet naar buiten gekomen, helemaal niet bekendgemaakt. Ja. Dus de groep mensen die daar de kar moest trekken, die werd steeds kleiner. En als je zo'n club hebt, dan moet je er elke dag mee bezig zijn. Want anders kan het nooit. Dan krijg je dat niet voor elkaar. En ik weet dat met tijd dat ik daar zelf was, ik was ook elke dag mee bezig. Niet alleen met training geven, maar ook met organisatie. En als die groep kleiner wordt, ja, dan stekker eruit en dan. Ja, want dat zie je ook een beetje. Dat was ook de reden voor Arbo Fast Rotterdam. Wat ze heel duidelijk naar buiten bracht. Van, ja, er is te weinig draagvlak ook binnen onze vereniging qua vrijwilligers. En de energie inderdaad. Nou, de bestuursleden, geloof ik, 4 bestuursleden moesten dan ook al die vrijwilligerstaken op zich pakken. Dan is het op een gegeven moment op en dan is het dus niet direct door geld, zeg jij. Nee, geloof ik niks van. Want die mensen die in dat bestuur zitten en ook de hoofdsponsor, dat was een bestuurslid. Die maken zich om 10.000 of 20.000 euro niet druk, daar liggen die niet wakker van. Maar als je de energie er niet meer voor hebt, dat is moeilijk zeggen. Van ja, ik ben er moe van, ja. Dan kun je beter zeggen dat het geld op is. En ik kan dat natuurlijk niet hard maken, maar dat zag ik aankomen. Dat is jouw gevoel. Oké. Ja. En volgen de Eredivisie Dames nog veel? Ja. Kijk je veel wedstrijden? Vooral via Volumetrics, dus dat ik ze snel kan kijken. Ja. En, Volumetrics, daar heb je alle acties achter elkaar. Kun je ze allemaal achter elkaar zetten en dan kun je de dingen bekijken die je als trainer leuk vindt. Ja, oké. Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over de Eredivisie Dames. Daarna praten we ook met de technische directeur van de Nivobo over ook het wegvallen van deze clubs en de nieuwe licentie-eisen. We gaan naar de heren en dat doen we met de wens rally van de week. Hier komt-ie. Het is tijd voor een nieuwe rally van de week. Deze keer uit de wedstrijd Talentteam Papendal tegen Dreisma Dynamo. Hier een iets minder goede paas van Niels Lipkeuk. Ook een kleine miscommunicatie tussen Brilhuis en Bak. Ja, hier nog goed van de grond gehouden door Ramon Martinez. En een ontzettend lekker duikje van Martijn Brilhuis. Hier dan Simon Hagen slaat hem in het blok van Dynamo. Wat betekent het punt voor de ploeg uit Apeldoorn.
We hebben twee jonge dinosauriërs aan tafel. Richard Rademaker, libero van Reco Zevenhuizen en Rob Bontje, middenblokkeerder bij VC Limex. En allebei een verleden bij topclub Ortec Nesselanden. Gisteren was de ontknoping van de Eredivisie Heren, waarbij de laatste wedstrijden van de reguliere competitie werden gespeeld. Hoewel de Eredivisie Heren afgelopen jaren gedomineerd werd door de traditionele top 3, namelijk Dynamo, Orion en Lycurgus, was dat dit jaar anders. Limax en SSS stormden de deur naar de top omver en verstoorden de top 3. VC Limax eindigt zelfs bovenaan. Rob, 2 jaar speelt Limax nu in de Eredivisie. Jij speelde daar vorig seizoen ook al. Toen hadden jullie al een hele goede run aan het eind van het seizoen, waarbij jullie koploper werden in de degradatiepoelen. Hadden jullie aan de start van dit seizoen kunnen verwachten dat jullie nu eerste zouden staan? Nou, we hebben, ik denk een half jaar geleden hebben wij een oefenstage gehad in Luxemburg. En daar heb je dan over teamdoelen en wat je wilt gaan bereiken. En, uiteindelijk kom je dus altijd weer tot dezelfde conclusie. Je wilt zoveel mogelijk wedstrijden winnen, je wilt geen verliezen, je wilt progressie maken als team zijnde. En toen hebben wij toch wel ook wel tegen elkaar gezegd van we willen echt wel eigenlijk voor het kampioenschap gaan. En dat brengen we natuurlijk niet naar buiten, want dat siert onze bescheiden Limburgers misschien wel, okay, om dat juist niet te doen. Dus is wel een ambitie van ons geweest. En dat moet natuurlijk wel samengaan met de prestaties die daarbij horen. En tot nu toe valt dat wel prima in elkaar. Dus, En wat maakt dan de kracht van jullie team? Wat maken jullie zo goed? Vaak ben je natuurlijk in een team op zoek naar balans. En ik denk dat wij dat dit seizoen wel heel erg mooi hebben. We hebben een paar jonge jongens die nog een heleboel mooie stappen kunnen maken, maar die zich wel goed ontwikkelen. 3-4 buitenlanders die echt wel wat toevoegen. Met in mijn ogen zelfs bijvoorbeeld de beste speler van de Nederlandse competitie, Ryan Poole, die bij ons hebben spelen. Statistisch ook bovenaan inderdaad, de lijstjes. Die jongen doet het gewoon geweldig en ook heel erg belangrijk. En ja, dan hebben we Nico en ik, Nico Freeriks en ik, die daar dan nog tussendoor kunnen lopen. En ja, dat pakt zich gewoon goed samen. En ja, dat vertaalt zich dus in dit resultaat. Oké. Okay. Jan, top 3 doorbroken hiermee. Ook wel eens verfrissend, toch? Ja, maar het zegt nog helemaal niks, hè. Het gaat nu pas beginnen. Dat is de ellende met het systeem. Dus alles wat je hebt gewonnen, kan ook zo weer gewonnen zijn. Je hebt 6 puntjes gekregen, denk ik, bij de stad. Dus, ja, 5 krijg je nu als je eerst eindigt. Ja, dus dat is het voordeel wat je hebt, maar het zegt nog helemaal niks. En nu gaat echt, nu breekt de hel los. Nee, klopt, er is nog geen prijs mee gewonnen. Nee, ik denk dat het voor ons wel van belang is dat we die 5 punten nu gepakt hebben. Daarvoor hebben we echt nog wel voor gespeeld afgelopen wedstrijden. Omdat het, we merken zelf tegen de top 3 van de afgelopen seizoen, zeker de uitwedstrijden, hebben we moeite. Dus ieder punt wat we konden meenemen was belangrijk voor ons. En dus ja, wat dat betreft wel heel tevreden. Ja. Richard, hoe is het seizoen bij Zevenhuizen geweest? Ja, toch stiekem wel teleurstellend. Ja. We hebben natuurlijk een jong team, maar dat zijn de meeste teams op dit moment. Ja. Dus misschien dan wat meer onervaren dan de rest. Maar je wilt het maximale uit je groepen halen, uit je team halen. De prestaties die blijven dan toch een beetje achter bij het maximale wat we zelf hebben ingeschat. Oké, okay. Dus er zat eigenlijk meer in de ploeg dan er nu uitkomt? Nou, we hadden in ieder geval gehoopt dichter bij de nummer 6 te zitten. En ik denk als je kijkt naar de fysieke kwaliteiten die een aantal spelers toch hebben, dan hebben we daar niet het maximale uit kunnen halen. Maar dat zeg ik misschien een beetje voor mijn beurt, want dat is meer aan de trainers natuurlijk om te bepalen. Maar ik ben iets minder bescheiden dan een Limburger. We zijn Zuid-Holland. Ja. Dus ik denk gewoon dat bij ons niet iedereen alles eruit heeft gehaald. Oké. Okay. En hoe heb je het zelf ervaren? Want je hebt jaren aan de top gespeeld in het Nederlands team. Daarmee gestopt op het hoogste niveau. Nu ben je weer terug. Hoe was het persoonlijk voor jou tot nu toe dit seizoen? Nou ja, superleuk. Want het is de sport die ik vanaf mijn 6e heb beoefend. En ik heb... Ja, veel feeling mee, toch wel gepassioneerd volleyballen. En ik ben niet gestopt omdat ik volleybal niet meer leuk vond. Dus ja, als je dan op een gegeven moment de kans toch ziet om weer te gaan ballen, dan is dit het liefste wat ik doe. Dus wij hebben gisteren gisteren een dramatische wedstrijd gehad met heel veel frustratie achteraf. Maar dat vind ik toch leuker dan op vrijdagavond voetballen en een biertje drinken. Daar haal ik geen kick uit. Dus persoonlijk, dat die manier van sporten, daar ben ik heel blij mee. En jonge dinosauriër zei je. Ja, dat vind ik een compliment. Is het ook zeker met die bak ervaring, maar nog steeds. Wat mooi is dat jullie
op jullie leeftijd ook gewoon nog aan de top presteren, zeg maar, in de Eredivisie. En ook, Zevenhuizen staat minder, maar jij staat ook bovenaan de lijstjes met libero's. Ja. Maar ik vind het niet verrassend, en dan niet dat we bovenaan in de lijst staan. Maar ik was volgens mij 23 toen ik bij Ortec ging volleyballen. En volgens mij was het jouw vader, die toen 40 was. Of misschien zelfs 41. Hoe oud was je pap? Rond die leeftijd. Iets jonger, redelijk. Maar in Cyprus al wel 40 plus. Ja. Dus ja, eigenlijk volgens mij missen we enorm die leeftijdscategorie bij de heren. Dus 25 jaar is die jongen uit jouw team, de paasloper. Volgens mij is de oudste na mezelf in ons team 24. Ja. De hele middengroep tot aan 35 is verdwenen. En ik zie dat ook terug bij de mentaliteit van de jonge spelers. Er is weinig hardheid. En dat krijg je aangeleerd. Het is één. Je moet het ook zelf hebben, de drive. Maar het is ook wel fijn als je een beetje wordt opgevoed. Nou, door spelers die boven je staan en meer ervaring hebben. Ja, en dat moet geen doel op zich zijn. Want ik speel niet omdat ik dat wil overbrengen aan de rest. Ja. Ik wil gewoon winnen en ik wil zelf lekker spelen. En goed spelen. En dat is mooie bijvangst. Alleen die bijvangst is heel erg beperkt, want ik ben de enige in het team. Zelfs de nummer 1 van de competitie heeft er maar 2. Ja. Maar dat zie je eigenlijk ook met de talentteams. Dat daar enorm ontbreekt aan die hardheid creëren. En niet elke morgen opstaan met het idee, ik ben de beste. En als ik vanavond naar bed ga, ben ik nog altijd de beste. Als je met die jongens moet spelen, dan wordt het wel een ander verhaal op de training. Ja, want met talentteams zit je alleen maar met spelers en speelsters van onder de 18 jaar. Precies. En dan krijg je niet die ervaring die, ik heb het ook meegemaakt bij Dynamo, had ik Jeroen Rauwendink en Sjoerd Hogendoorn. Dat zijn inderdaad spelers met internationale ervaring, nationaal teamervaring waar je van kan leren. En die hebben jullie, of dat zijn jullie dan in jullie omgeving, maar die ontbreken misschien bij andere teams. Ja. En jij vindt dat dat ook minder is geworden, dat nu relatief weinig is in de Eredivisie? Ja, er zijn gewoon heel weinig spelers tussen de 25 en 35. En ik denk dat je die groep heb je gewoon ook nodig. Net zoals dat je de groep van 18-jarigen nodig hebt voor je aanwas. Dus die balans is wat zoek. En ik denk dat het voor het volleybal, ook voor de competitie en voor de ontwikkeling van spelers goed zou zijn als toch ook die groep meer gaat volleyballen weer of langer blijft volleyballen. En waar zou dat door komen, Rob? Dat die groep ontbreekt? Ja, je ziet natuurlijk heel veel jonge jongens al relatief snel weggaan, maar eigenlijk ook min of meer weg moeten. Als je een niveau hoger wilt gaan spelen en je wilt van volleybal echt ook je werk gaan maken, dan zul je naar het buitenland moeten. Dan kun je niet in Nederland blijven. Dus je ziet dat die jongens op een hele jonge leeftijd, 19, 20, naar het buitenland gaan. En de verleiding om op 1, 2, 33 jaar leeftijd weer terug te komen is er eigenlijk ook wel niet. Want inderdaad, je kan beter ergens anders in Europa nog een paar jaar blijven ballen. Dus als ik het dan even vergelijk met vroeger, en vroeger is het al lang geleden, 20 jaar geleden, ik weet niet hoeveel fulltime professionals er toen waren, maar dat zou er 30, 40, misschien wel 50 in Nederland. En je zag spelers uit België, uit Duitsland allemaal naar Nederland trekken om zich ook in de Nederlandse competitie te spelen. Ja, dat is nu niet meer aan de orde. En heeft dat dan te maken met geld? Dat er meer geld te verdienen is in het buitenland? Voor een groot gedeelte wel, ja. Die hier er niet van op kan komen? Kijk, ik denk als volleyballer, de illusie dat je klaar bent naar je carrière hoef je niet te maken. Maar er is natuurlijk een verschil tussen er net van kunnen rondkomen of in ieder geval er iets aan overhouden. En in Nederland is het gewoon voor heel veel jonge jongens, is het dat er iedere maand maar net van kunnen rondkomen. En dan begrijp ik ze wel heel goed dat ze ook op een 20e of 19e al in de verleiding komen om snel weg te gaan. En vaak ook toch wel bij goede clubs terechtkomen. Ja, oké. Dan wil ik even naar het nieuws van afgelopen week. Een chockerend verhaal was het nieuws rond Sjors Tijhuis, middenblokkeerder van Drijsma Dynamo. Hij is ook bij ons in de studio. Ik loop er even naartoe. Sjors, jij kreeg te horen, kun jij iets gaan staan, dan kunnen we je beter zien. Jij kreeg te horen dat je een syndroom aan je hand had, waardoor je carrière bedreigd wordt. Kun je ons vertellen wat het precies is? Dit is het hypotenner-syndroom. Dat was wel in het artikel ook. En het is vooral bekend bij, waaronder ook volleyballers. En vooral sporters die hun handen veel gebruiken met slaan. Dus hockeyers, honkballers, maar ook bouwvakkers kunnen het krijgen. En tot nu toe is dit eigenlijk het eerste onderzoek. En daar kwam dit op uit. Maar ik heb na dat artikel een hoop tips gekregen eigenlijk over eventueel betere onderzoekmethodes of behandelmethodes in Amsterdam. Okay. Mensen hebben me gebeld, heel veel berichten gestuurd en dat gaf me eigenlijk wat meer hoop. Want in het artikel dat leest alsof ik aardig hopeloos ben. Ja, dat was een beetje einde carrière. Ja. Want het is ook echt heel zeldzaam. Ja. 100 mensen in Nederland hebben het. Zoiets. En daarvan ben jij er één van. Klopt, ja. Ik heb dus ook nog de persoonlijke contact die een onderzoek heeft gedaan met mensen die dezelfde klachten hebben als ik.
En die heeft voor mij 300 volleyballers onderzocht. En uit een paar kwam inderdaad dat ze iets hadden in de schouder in plaats van de hand. Okay. Dus het is voor mij nu eigenlijk een beetje hopen dat het iets in mijn schouder is en niet mijn hand, want dat is beter operatief behandelbaar. Kan nog ergens anders aan liggen. Ja. Oké, want en dat syndroom, dat heeft te maken met een bloedpropje wat in je hand zit. Klopt. En daardoor is het gevaarlijk om er dan mee te spelen. Ja, want als je steeds gaat slaan op die hand, kan door dat bloedpropje weer meer rotzooi naar je vingers komen en dan krijg je vingers steeds minder bloed en dat kan uiteindelijk leiden tot ja, nog meer narigheid. Je kan je wel voorstellen wat ja, misschien je hand functie wel kwijtraken. Ja. En als je dan naast elkaar moet leggen of je algemene gezondheid en volleybal, dan ja, moet je toch heel erg gaan nadenken. Het is, blijft toch wel je leven, want je doet het, zoals Rob net ook zei, gewoon ja, voor de kost. Je moet rondkomen, je doet het 25 uur in de week. Ja. Dus je wilt het heel graag doen, maar je wil ook gewoon daarna nog een normaal leven kunnen leiden. Ja, oké. Okay. Dus het is nu hopen dat het misschien ergens anders aan ligt. Ja. En dan zou het kunnen betekenen dat je wel nog kan volleyballen. Klopt. Oké, okay, hopen ja. op. Ja. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel voor je uitleg, Sjors. Dan, Richard, we hadden het net over jouw comeback een beetje. Gaat jouw comeback bij één seizoen blijven of ga je hier ook nog door? Ja, als de trainers willen dat ik, als ik door mag gaan, dan ga ik lekker door. Ja. Wat mij betreft, wat jou betreft, plak je er nog een jaar aan? Ja, dit gaat wel prima zo. Dat kan ook wel meer dan één jaar hoor. Mooi zo. En als we kijken naar de rest van de competitie, we hebben ook de stand kunnen we laten zien. Want dit is dus de eindstand aan het eind van de reguliere competitie. Nou, Numidia bovenaan. Dynamo, Orion, Lycurgus en SSS dicht bij elkaar. Dat was ook in het slot heel dicht bij elkaar, want iedereen stond op 50 punten. Nou, door een 3-2 zakt Simplex dan weg naar de vijfde plek. Wat zegt deze stand een beetje over de competitie? Want wat je wel heel duidelijk ziet, is een top 6 gescheiden van de rest, Jan. Top 5? Ja, de Sliedrecht een beetje, er zit inderdaad 30 punten tussen de 5 en de 7. En Sliedrecht daartussenin hangend. Ja, maar het is in ieder geval mooi dat er 5 teams zijn, door er niet weer 3 zijn of 2 die bovenin staan. Dus dat ziet er voor de mannen goed uit. Ja, en dat, jij zei net ook 5 punten. We hebben ook de stand waar we nu mee verder gaan. Dus de eerste krijgt 5 punten, de tweede 4 punten, de derde 3 punten en zo verder. En dat is hetzelfde in de B-poelen. Hoe gaan jullie nu de B-poelen, de degradatie? Er is geen degradant, maar wat hiervoor de degradatiepoelen was. Hoe gaan jullie daarin spelen, Richard? Hoe benader je dat? Want er is geen degradant. Nee, klopt. Maar dit is, als ik kijk naar mijn teamgenoten, we zijn allemaal wel zo fanatiek dat ja, het gaat niet om degraderen, het gaat gewoon maximaal presteren. Iedere wedstrijd weer winnen. Ja, en wij willen gewoon zevende worden. Want ja, het is natuurlijk zuur dat we één na laatste eindigen in de reguliere competitie. Maar we hebben een soort van tweede kans. Ja, die moet je dan pakken. Dus wij kunnen gewoon aan het eind van het seizoen gewoon wellicht zeggen dat we zevende zijn geworden. En dan zijn we eigenlijk toch wel heel blij. Ja. Ja. Want dat hebben jullie vorig jaar een beetje gehad, Rob. Toen eindigden jullie zesde. Toen hebben jullie in de degradatiepoelen alles gewonnen, als alles het goed gewonnen, is. Ja. En dan eindig je toch met een goed gevoel, denk ik. Ja, dat is ook zo. En het is zeker wel van belang dat je inderdaad zo'n pool op die manier kan eindigen. We hebben toen begin van het seizoen heel veel moeite gehad. Toen zijn we een aantal versterkingen erbij gekomen. Toen hebben we inderdaad die lijn omhoog zijn we ingeslagen. En inderdaad heel goed geëindigd. Ja. Oké. En zeg maar, Richard, is het dan... Want jij zei net van, ik wil eigenlijk niet op de stoel van de trainer zitten, maar dat doe je toch dan toch een beetje. En met jouw bakken ervaring kan me ook voorstellen dat misschien een stap nu na nog een aantal jaar spelen naar trainer is. Is dat iets wat in jouw hoofd speelt? Om trainer te worden? Ja? Nee. Nee, ik vind het dan leuker om wat in de organisatie te doen. Dus wat meer richting ja, sponsorcommissie is een verkeerd woord, maar ik zou het juist leuk vinden om zo'n organisatie verder te helpen. En in Zevenhuizen, we hebben echt een hele hoop kennis rondlopen. Mm-hmm. Het is echt een volleybaldorp nog steeds. Ja, dus wij hebben geen tekort aan kennis en energie. Dus dan draag ik liever damesteentje aan bij. Maar daar moet ik ook wel bij zeggen. Ik zou het als trainer niet leuk vinden als dit de groep is die je moet training geven. En dan niks ten nadele van mijn teamgenoten. Maar ja, een mooie uitspraak. Maar ja, je wil, en dat is waar, jij komt er zo meteen in het programma. Je wil het maximaal uit de groep halen, dus die programma's moeten optimaal zijn. En ik merk dat aan de onderkant van de Eredivisie, en dat zie je ook terug in de stand, daar zijn de programma's wel minder. Want wat is jullie programma? Hoeveel trainingen jullie in de week? Wel 4 baltrainingen en 2 krachttrainingen. En dan is er optioneel nog wel de mogelijkheid voor een 5e training, maar dat is echt wel afhankelijk van wie er beschikbaar is
vanuit studie of werk. Dus dat ligt bij ons ietsje complexer. Maar wel 4 baltrainingen en 2 krachttrainingen. Maar je wil alle excuses als trainer, daar zit je niet op te wachten. Dus je wil gewoon als je gaat trainen dat iedereen fit is of maximaal aanwezig. En ik denk dat doet onze trainer Christian van der Wel geweldig. Die managt dat echt, echt top. Maar ik zou hem ook kunnen voorstellen dat hij op een gegeven moment ook denkt van ik wil gewoon een programma met 5 trainingen. Omgeving. Overdag trainen en ja. niet alleen maar van 8:30 tot 10:30. Dus daar hebben we mee te maken. En ja, dan zou ik het denk ik ook leuker vinden om trainer te zijn. Want dan kan je er met volle overgave ingaan. Ja. En dan kan je het maximale van je spelers vragen. Jan, hoe kijk jij naar? Jij zit ook verschillende omgevingen hebben meegemaakt waar je training hebt gegeven. Ik heb alleen maar 's middags getraind. Ja? Ja, maar als je 's avonds moet gaan trainen, dan ja, dat is eigenlijk geen doen. Hè? Want het zijn allemaal mensen, dus ze gaan overdag of studeren of een volle baan. En dan doen ze het volleybal even bij en dan is het klaar. Dan gaat het niet lukken. Denken ze eigenlijk op aan het eind van de dag. Ja, dan kan gewoon. Maar moet je kijken hoe laat de jongens in bed komen. Ja. Ja. Hoe laat kom je in bed? Nee, je slaapt niet zo snel. Dus, nee, dus ja, en dan is het ook nog zo dat de training, daar ben ik er op dinsdagavond niet bij. Maar dan hebben ze aan het verlof. Ja. Maar dan hebben ze dan CrossFit van 9 tot 10 volgens mij. Okay. Dus die hebben ze ook nog een pak. Dus die sla je even over. Ja, die sla ik even over. Maar dat geeft wel aan, die jongens en dus teamgenoten, die gaan er wel vol voor. Ja. Dat kan je ze helemaal niet verwijten. Ja, maar die tank is een keer leeg, dat kan toch niet? Hoe is het programma bij jullie ingericht erop? Nou, wij trainen, ja, ik zeg even wij, maar... Er zijn mensen in je groep. Dus jij hebt ook verdedigd verlof. Ik denk tussen de 8 en 10 keer per week. Is wel echt een volledig fulltime programma. Dus je hebt 4 ochtendtrainingen. En 5 middagtrainingen en die moeten flink in de bak, die jongens. Het is misschien schandalig, maar Nico en ik die hebben een 40-plus regeling. Wij zijn nog 2 avonden per week aanwezig. Het zijn wel de teamtrainingen. Dus die trainingen staan ook wel echt wel in het teken van dat we heel veel 6 tegen 6. En zodat Nico en ik daarin volledig geïntegreerd worden. Maar inderdaad 2 keer per week, wat eigenlijk voor mij in praktische oogpunt ook alleen maar nog haalbaar is. Ja, ja, en misschien fysiek ook. Dat als je nu... op een gegeven moment kom je misschien op een fysiek punt dat nu nog 8 keer trainen word je misschien niet heel veel beter van en misschien het lichaam wel slechter. Nee, dat is ook zo. Hè. Wat natuurlijk ook veel mensen vergeten is, je fulltime baan erbij. Ik heb een eigen bedrijf, 3 kinderen, wat ook een tweede fulltime baan is. En dat is dus, hè, als wij spelen bijvoorbeeld zondag thuis, dan zijn we 's avonds laat klaar. Alleen die jongens hebben maandag vrij en ik heb dan maandagochtend om 7 uur, eerst is wakker en dan moeten we weer aan de bak. Dus op die manier is het wel managen en het is wel zoeken inderdaad waar... Waar je nog de energie kan geven en wanneer het even rustig aan. Maar even rustig aan bedoel ik. Ik moet zeggen met Guido Kurtz, onze coach, die heeft daar wel heel veel feeling voor en die begrijpt ook wel de situatie. Dus dat is, gaat op deze manier wel heel prettig. Ja. Oké. En dan tot slot werpen we snel even een blik op het bekerschema. Want de halve finalisten zijn nu bekend, de Final Four. De VC Limax heeft het afgelegd. Dit seizoen wel. Vorig jaar nog tegen Dynamo gewonnen. Daarmee een rondje verder. Simplex moet tegen Dynamo. Samen Lycurgus tegen Sliedrecht Sport. Wie komt er in de finale, denken jullie? Dynamo Lycurgus. Dynamo Lycurgus. Ja, sluit ik maar bij. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben, denk ik. Oké, nou duidelijk, we gaan het zien. Maar Simplex kan ook nog voor een verrassing zorgen. Denk je niet? Nee. Okay. We gaan het zien. Het is wel anders dit jaar. De halve finales worden in 2 wedstrijden gespeeld. Op zaterdag en zondag, deze week, aankomende week, 17 en 18 februari. Heenwedstrijd en dan weer een terugwedstrijd. En op 10 april wordt de finale in de Maaspoort in de Bos gespeeld. En volgende uitzending mogen we ook vrijkaarten weggeven. Dus dan moet je ook zeker weer kijken. Rob en Richard, bedankt voor jullie toelichting en veel succes in de nacompetitie. Dank jullie wel. In onze nieuwe rubriek Blokje om met Shortlease Nederland gaat verslaggever Bo een stukje rijden met een hoofdrolspeler uit het volleybal. En voor deze eerste keer is dat met niemand minder dan Paul van der Ven, hoofdcoach van Simplex SSS Barneveld. Ik ben hier vandaag in Zeist voor de allereerste opname van Blokje om. Ik ben nog even aan het wachten op onze allereerste gast, Paul van der Ven. Volgens mij komt hij daar al aan. Ja. Hallo. Hey Bo. Hi. Hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. Hoe is het bij jou? Welkom. Gaat goed. Leuk joh. Ja, leuk dat je mee wilt doen met natuurlijk. Allereerste aflevering van Blokje om. Ja. Jij was als het goed is ook in de allereerste aflevering van de podcast show. Ja, dat klopt niet? Ja. Ja. Ja, Jeffrey die heeft zulke leuke ideeën, ook dit weer. Ja. En hij heeft me al zo vaak gevraagd van joh,
Paul, je moet even naar Apeldoorn komen. Of moet niet, maar wil je naar Apeldoorn komen voor een voor tijd voor volleybal? Ja. En dat wil ik heel graag. Alleen ik heb al zo'n volle agenda dat het zo lastig was om op een vrije zondag ook eens een keertje dit te gaan doen. Ja. Maar dit is een heel leuk idee. Dus, ja. Nou, ben je hier ook weer in de allereerste aflevering. Ja. Jij bent momenteel hoofdcoach van SSS. Kun je wat over jezelf vertellen? Ja, sinds het eerste seizoen trainer coach bij Simplex SSS. Ja. En ik ben sportdocent. Dan ben ik nog 3 dagen in de week. Zodat ik het echt maximaal kan combineren met het trainerschap. Ja. En dan ben ik sportdocent op middelbare school in Nieuwegein, het Kalscollege. Oh, ja. Ja. Oh, leuk. Eigenlijk is het met SSS voor het eerst sinds jaren dat ze een beetje de top 3 doorbreken. Ze hebben een hele lange tijd eerste gestaan. Ja, klopt. Ja, wat vind je daarvan? Superleuk natuurlijk. Ja. Ja, kijk, we zijn. Ik ben in december 2021 benaderd door SSS om in ieder geval oriënterend te praten over hun plannen. En toen werd ik wel heel enthousiast over de ambitieuze plannen die ze hebben. Ik was op dat moment voor het 6e seizoen bezig bij Sliedersport, waar ik met 6 jaar heel veel plezier trainercoach ben geweest. Ja, en toen kwam dat ambitieuze plan en daar heb ik samen met Marnix Elbers heel goed over nagedacht. En we zijn daar in mei vorig jaar begonnen. Ja. Met een hele jonge, ambitieuze, talentvolle groep. En we hadden nooit gedacht dat we in het eerste seizoen al zo goed zouden presteren. Nee, dat heeft goed uitgepakt. Ja, ja. Ja, maar het is een ontzettend leuk team. Jongens willen iedere dag, staan ze met ons in de sporthal. En ze willen ook voor de prijzen spelen, net als de ambitieuze trainerstaf die we met elkaar hebben. Jij bent nu de eerste gast in Blokje Om, zoals het kan zijn, maar je bent ook de eerste gast geweest in Tijd voor Volleybal. Ja. Daar deed je deze uitspraak. Maar de vetste wedstrijd is uiteindelijk toch dat je kampioen wordt in de topdivisie en dat je dik kampioen wordt en een stap maakt naar de promotie in de Eredivisie. Ja. Dus ja... deze titel, ik kan me voorstellen dat je een beetje zweg hebt, maar jongen, dit blijf je herinneren. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, heb je nog steeds dat gevoel dat het toch echt de gaafste, tofste wedstrijd is? Nou ja, weet je, ik ben als trainer, coach en ook als speler echt een winnaar. Ik heb echt een hekel aan verliezen. En soms ben ik er ook echt wel eens goed ziek van als ik verlies. Ja. Dus ja, ik bereid wedstrijden tot in de puntjes voor en dan wil je graag het maximale resultaat. Neerzetten. Ja, en dat kampioenschap toen met Sliedersport, dat was zo bijzonder in de topdivisie. Dik kampioen worden met een superleuke groep gasten. En vervolgens ook het eerste jaar in de Eredivisie hebben we ook lange tijd, net als nu, eerst iets te staan in de Eredivisie. Dus dat zijn altijd dingen die dan bijblijven. Ja. Ja. Ik wil je heel erg bedanken en succes vanavond en ook succes met de playoffs. Dankjewel, Bo. Het hele Blokje Om met Paul van der Ven kan je nu vinden op ons YouTube-kanaal. Op dit moment is dit nog voor iedereen beschikbaar, maar dit soort content zal komende keren exclusief voor onze Petje Af-leden te zien zijn. Wil je deze content niet missen, neem dan ook je Petje Af voor Tijd voor Volleybal. Dan onze winactie in samenwerking met volleybaldirect.nl. Deze week kun je een prachtig paar Mizuno armsleeves winnen in een kleur naar keuze. Volg ons op Instagram, @tijdvoorvolleybal, en tag jouw teamgenoot onder onze winactiepost en dan ben jij misschien de volgende gelukkige winnaar. Dus gewoon lekker allemaal meedoen, want gratis armsleeves willen we eigenlijk allemaal, toch? Zeker. Precies. Aan tafel zijn aangeschoven Nienke Oud en Rosa Entius van VC Sneek. Welkom aan tafel. Rosa, gisteren nog gespeeld tegen Sliedrecht. 3-2 gewonnen in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Ja. Hoe is die wedstrijd verlopen? Ja, het was een wedstrijd een beetje af en aan, zeg maar. Eerste set verloren we. Veel surfdruk vanaf Sliedrecht hun kant, zeg maar. Ja, de setstanden zijn eigenlijk een beetje gek. De ene set win je 25-12 en de andere verlies je, zeg maar. Dus maar een hele spannende wedstrijd. Het publiek zat helemaal vol. Dus dat is altijd super, super leuk natuurlijk dat het zo vol zit en dat er zoveel mensen komen kijken. Oké. Okay. En Nienke, dit seizoen, daarmee eindigen jullie derde. Hoe is jullie gevoel daarover? Zijn jullie daar tevreden mee? Is dit waar jullie op mikten? Je mikt natuurlijk altijd op de hoogste positie. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met de derde plek. En dat je dan nog een goede uitgangspositie hebt voor de rest van de competitie. En
ja, nu staat alles weer open. Net zoals bij de heren eigenlijk. Het begint helemaal opnieuw. Ja, weer spannend. Jan, hoe kijk jij naar het team van Sneek? Nee, ik zou er niet tevreden mee geweest zijn als ik Harry van den Brink was. Oké. Okay. Want ik vind echt dat ze kampioen moeten worden. Ze hebben het, als je naar het spelerspotentieel kijkt, ze hebben de beste spelverdeelster. Ze hebben de beste diagonaal. En dat zijn eigenlijk de twee voorwaarden die je met vrouwenvolleybal moet invullen. Als je dat voor elkaar hebt, dan moet de rest allemaal aan gaan kloppen. En ze moeten het paasen voor elkaar zien te krijgen, dan mogen ze eigenlijk niet in de problemen komen. Dus jij vindt dit het kampioensteam? Ja. Oké. Okay. Hoe hoort dat? Geen druk hoor. Dus, nee, no pressure. En de beste spel van de Jelster. Ja, dank. Ook nog. Is dat dus, dat is ook gewoon het doel. Kampioen worden nu. Jullie zijn weer Sneek, groot verleden natuurlijk in de Eredivisie, maar nu weer het eerste jaar weer. Gewoon meteen voor die prijs gaan. Ja, ik bedoel, tuurlijk is dat het doel. Ja, dat lijkt me wel. En okay. Zeker, alles is mogelijk. Wij gaan kampioen worden. Ja. Zit er Sneekse bescheidenheid door? Ja, ik denk het wel. Dat zijn net Limburgers. Maar Jan, want als je dan ziet, VV Utrecht heeft het dit seizoen echt heel goed gedaan. Ze staan nu bovenaan. Supercup gewonnen. Waarom gaan zij dan geen kampioen worden? Omdat het op is. Kijk, als je kijkt naar een team wat zo weinig traint en het wat zo leunt eigenlijk op spelers die het allemaal een keer meegemaakt hebben. Als je gewoon naar talent kijkt en naar de kwaliteit, moeten zij kampioen worden. Voor mij hebben jullie ook twee keer van Utrecht gewonnen. De laatste keer met 3-0. In ieder geval 3-0. Ja, 3-0 thuis hadden we. Zie je? Uit 3-2 verloren. Ja, 3-2 verloren, ja. Dus, maar als je die spelers naast elkaar zet, dan hebben zij gewoon een veel beter team. Dus als Harry dat een draai krijgt, dan komt het goed. Hangt allemaal van Harry af. Alles hangt van Harry af. Okay. Gelukkig, de druk is dicht bij hem. Zo zijn we. Roos, hoe heb jij het persoonlijk ervaren dit seizoen voor je eigen spel? We zijn natuurlijk begonnen met 9 meiden. En tot dusver zijn er 5 meiden bijgekomen. Natuurlijk Marianne, Pleun, Anlene, Eline er nu bij. Doe even de achternaam bij voor onze kijkers. Okay. Er zijn heel veel mensen die kijken, maar ze zullen niet allemaal de voornaam. Pleun van de Pijl, ja. Marianne van het Lam. En Anlene van der Meer zijn er dan in het begin van het seizoen bijgekomen. En nu Eline Geerdink erbij en Iris Oosterbaan. Dus nu ook 2 setters. En we kunnen nu lekker 6-6 doen. Dus dat is in ieder geval heel fijn op training. Want in het begin had je dan 9 speelsters, geen 2 setters. Dus dat merk je dan toch wel ook met 6-6 spelen. Dus er was nog wel een tumultueus begin, ook qua trainer. Eerst van Vera Koenen erheen gegaan. Ja. En die zei dan, toen echt aan het einde van het seizoen is, zeg maar, voordat we zomerstop zouden hebben, is toen naar buiten gekomen dat Harry dan zou komen. Dus dat is in ieder geval fijn dat je het nieuwe seizoen wel begint met een hoofdtrainer, zeg maar. Maar ja, wel 9 meiden. Maar ja, het voelde wel gewoon alsnog heel goed. Ik had niet het gevoel van, nog maar 9. Ik had wel gewoon het gevoel, er staat gewoon echt een team. En ja, gewoon goede kwaliteiten. Dus ik had sowieso vertrouwen in. Oké. Okay. Nienke, je hebt een aantal jaren in het buitenland gespeeld. We hadden net al een beetje over de spelers die vertrekken naar het buitenland. Hoe was die ervaring om dat in een andere competitie dan Nederlands te spelen? Ja, gaaf natuurlijk. Ik denk dat veel dames, mijn schoonzus ook, weet ik toevallig, die heeft die ambitie ook. Dan is het leuk dat je van je hobby je werk kan maken. Want dat is het in Nederland niet, zeker niet voor het damesvolleybal in ieder geval. Dus een hele bijzondere ervaring en je leert er heel veel van, zowel op volleybalvlak, maar ook als persoon zijnde. Dus, Want daar in zo'n competitie, waarschijnlijk ook dus door het geld, kan je alle aandacht daaraan besteden en kan je beroep zijn en heb je volle focus daarop. Ja, precies. Hè. Dan ga je ook 2 keer op een dag trainen en je hoeft er niets bij te doen als je wil. Dus dat is perfect voor de ontwikkeling. En wat was dan jouw overweging om weer terug te komen naar Nederland? Ik heb nooit echt aangehaakt bij het Nederlands team. Dus ik had een beetje de overweging gemaakt. Ja, wat wil ik zelf nog uit het volleybal halen? En bepaald van, ik wil toch ook wel richting een maatschappelijke carrière. En wil ik terug naar Sneek. Coronajaar speelde ook wel mee. Dat je toch niet zoveel leuke dingen kon doen in het buitenland naast het volleybal. Dus dan wordt je wereldje wel klein. Ja, en je wordt wat ouder, denk ik. Toch wat andere prioriteringen hier en daar. Oké. Is het jammer, Jan, dat speelsters en spelers dan die afweging misschien moeten gaan maken? Wat ook een beetje speelde het Nederlands team dan misschien niet. Wat is het vooruitzicht? Als je kijkt, hoeveel spelers zijn er ouder dan 25 in de Nederlandse competities? Zijn er maar weinig. En ouder dan 30, zijn die er?
ja. Nou, Marianne. Die is nu ook al uitgevallen. Ja. Dus daar raken we ontzettend veel spelers kwijt. En we hebben er denk ik een stuk of 80 in het buitenland spelen. Dus een bussen vol die hebben een buitenland spelen. En we hebben in Nederland hebben er te weinig. En ik zag haar in Frankrijk spelen. We waren een toernooi in Frankrijk, speelden we tegen jullie. En toen was ik enorm onder de indruk van om de manier waarop ze speelde. Toen heb ik ook Arvital en Job gebeld toen ik terugkwam. Ik zei van, hebben jullie het op de radar? Ja, niet helemaal. Maar toen kwam ze terug. Toen heb ik nog een keer gezegd van, ja, je moet er echt mee laten trainen op Papendal. Ja, dan zitten ze zo vast in een bepaald systeem. En dat is echt een speler waarvan ik zou nu ook nog zou zeggen van, laat hem meetrainen en kijk eens wat er kan. Want die heeft meer kwaliteiten dan de meeste mensen denken. Er zit nationaal teampotentieel in. Stop hem in je zak. Je weet wel hoe ik daarover denk. Okay. Maar mooi. Rosa, zo moeilijk om dat aan de gang te krijgen in Papendal. Ja. Rosa, Nienke hint er net al naar. Is dat ook een ambitie voor jou om nu te werken richting het buitenland? Ja, zeker. Ja, nou, Nienke is natuurlijk toch wel. Je hebt het er natuurlijk toch over hoe haar buitenlandse avonturen zijn. En heel leuk. Ja, het lijkt mij heel vet om in het buitenland te spelen en jezelf beter te ontwikkelen, zeg maar. En gaat in wat voor stappen moet dat zijn? Hoe zie jij dat nu voor je om? Is dat volgend seizoen al? Of zijn er nog bepaalde dingen die... Nou ja, ik zit nu in het derde jaar van mijn studie. En ik zou wel graag eerst mijn studie zeg maar willen afmaken voordat ik naar het buitenland ga. En dan eventueel na volgend jaar dan zou ik wel graag naar het buitenland willen. Maar ja, het moet ook allemaal net voor hetzelfde geld loop je een blessure op of zo. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Maar ik krijg nu al een fantastisch aanbod. Of je spelen met dun nummer 13. Ja. Nou ja, daarom. Dus, het moet ook allemaal net kloppen, zeg maar. Maar die ambitie heb ik zeker. Okay. Ja. En als we kijken naar de rest van de competitie, we kunnen de stand er ook bij pakken. Dus VV Utrecht eigenlijk bovenaan. Apollo tweede, Sneek nu derde. Sliedrecht moet op het moment dat we het nog opnemen, we nemen op zondag op, moet ze komende week, begin volgende week, nog drie wedstrijden spelen. Maar ze kunnen Sneek niet meer inhalen. Dus de top 4 is in ieder geval dit. Wat is jouw blik op de competitie dit jaar, Jan? Nou, alles blijft een beetje hetzelfde. Van alleen Sliedrecht is er uitgevallen omdat daar het geld op was, kennelijk. Daar is het allemaal wat minder geworden. Ja, de afgelopen 4 jaar hadden zij eigenlijk de dominantie. En daar hadden ze het meeste geld te besteden en die konden vragen wie ze wilden en die kwamen allemaal. En nu is dat minder geworden en nu moeten ze het gewoon doen zoals alle clubs. Dus eigenlijk is het niveau gewoon minder geworden. En, van Sliedrecht of van de hele competitie? Van de hele competitie. Als je kijkt... er is geen speler meer die vanaf Papendal naar de Nederlandse competitie gaat. Het gaat allemaal maar een linea recta door naar het buitenland. En heeft dan duizenden euro's gekost en we hebben er eigenlijk als Nederlandse competitie helemaal niks aan. En waar ligt dat aan, dat ze meteen die stap nemen? Nou ja, ik denk als de bond, ook, dat zijn ook wij, zegt Arjen Bonstoppel altijd. Kijk, als je zegt van je krijgt van ons een opleiding en als jij eerder naar het buitenland wil, dan staat er niet 5.000 euro voor, maar 50.000 euro. Dus je tekent hier, je kunt hier 2 jaar blijven, ga je eerder weg, maar daarna moet je nog 2 jaar naar de Eredivisie. Ga je eerder weg, kost dat 50.000 euro. Nou, dan zouden we al die spelers kunnen gebruiken. Maar nu, die clausule is er niet of die wordt niet gehandhaafd. Ja, want er is nu een clausule die zegt dat er een transfervergoeding is van 5.000 euro als je naar het buitenland gaat. Ja. Maar die is eigenlijk breder voor iedere speler is die er ook, Herman, ik check even als volwassen speler, is die er ook gewoon. Ja, dat als je gaat moet je een bepaald bedrag betalen aan de bond. Dus iedere, die buitenlandse federatie. Club die betaalt 4.300 euro aan de Nederlandse, aan de niveau, maar niet aan de clubs trouwens, dat is ook heel vreemd. Maar jij zou zeggen, dat bedrag moet hoger, zodat hoger. Die drempel hoger is. Ja, dan kan Vakifbank, die zegt dan van, kom maar daar heb ik toch ook geen probleem mee als je naar Vakifbank kunt. Ja. Maar als je naar een Duitse club kunt, dan zeg ik gewoon... Die gaat geen 50.000 euro neerleggen. Dan blijf je 2 dan jaar. Blijven ze in de competitie. Blijven wij ervan genieten en dan na 2 jaar zijn ze opgeleid. Dan verder, want je zou ze niet moeten laten gaan voordat ze klaar zijn. En nu zijn ze niet klaar. En dan gaat er iets mis in hun opleiding. Dan kunnen ze die stappen niet meer maken. En als Nederlands team hebben we daar gewoon alleen maar enorm veel last van. Deze houden we vast. Dat gaan we zo aan Herman vragen. Ja. Nienke, jullie seizoen. Jan zei het al een beetje, kampioenspotentieel. Maar wat maakt jullie goed? Wat is de kracht van jullie team in jouw ogen? Misschien is dat ook wel, doordat we maar met 9 zijn begonnen. Dat ook wel weer een kracht is.
En ik denk dat het meer cohesie vormt. Ja, je hebt wat tegenslagen verwerkt. We moeten het doen met deze ploeg. En daar heb je mee te rooien, zeg maar. En Harry heeft zijn schouders daaronder gezet. Heel veel vertrouwen gegeven. Positiviteit. En ik denk dat ook die woorden wel heel erg passend zijn voor ons team. En ook onze kracht zijn. Dus ja. Herken jij dat ook? Ja, zeker. Ja, we zijn ook gewoon, vriendinnen. Binnen, buiten het volleybal. Maar het is niet dat je niks tegen elkaar kan zeggen. We kunnen elkaar ook gewoon fel maken. En ervoor zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf houdt. Dus ja, echt een hele fijne, goede groep om elke dag voor te trainen. En heel blij mee. Mooi, oké. En de beker spelen jullie ook nog. Jullie staan in de halve finale van de beker. Hoe kijken jullie daarnaar? Jullie moeten nu tegen Utrecht. Dus de nummer 1 nu. Hoe kijken jullie daarop vooruit? Ja, leuk vooruitzicht toch? Ja, zeker. Leuke wedstrijd gaat worden. Leuke pot. Ja. Okay, en thuis denk ik? Oh nee, is thuis nee, en ja, uit. Nee, eerst uit dan thuis. Net uitgelegd, Jan. Ja. Leeftijd, hè? Oké, geeft niet. Ik herhaal het zo nog een keer voor de kijker. Kan voor jullie een voordeel zijn? Zeker, laatste wedstrijd thuis. Over twee wedstrijden. Ja, het sterkste team is altijd een voordeel als je twee wedstrijden moet spelen. Want dan kun je niet even een stuntje uithalen en dan door. En dat vind ik eigenlijk ook wel jammer van de beker. Ja, ja, dat is ook gek. Wel dat erg, zo is dit jaar. Inderdaad, het is anders dan andere jaren. Maar elk jaar moet het anders. Hè? Er is iemand in Utrecht die het elk jaar anders doet. En Utrecht is het hoofdkantoor van En er zit iets in, ik weet niet wat het is. We kunnen het nooit op dezelfde manier doen. Wie verzint dit in de beker om twee wedstrijden te gaan spelen? Ja. Bij mij ligt het wel uit, maar goed. Ik ga er ook weer aan. De andere kant van het schema is Sliedrecht tegen Apollo. In de kwartfinale moet nog gespeeld worden. Want we hebben allemaal een druk schema als spelers. Ja. Omdat er meer teams zijn. Playoff is met 6, dus dan heb je meer wedstrijden. Nou, nu de halve finale beker is nog een wedstrijd extra, geloof ik. Ik heb het een keer geteld voor ons bij Lycurgus. Is 9 wedstrijden extra ten opzichte van vorig seizoen. Die moeten allemaal door de week op woensdag ingepland worden. Nou, Sliedrecht kwam ook nog verrassend wel een ronde verder Europees. Dus zij moeten nog meer inhalen. Daarom dat ze nu nog 3 wedstrijden aan het eind in moeten halen. Maar die wedstrijd wordt dus nog gespeeld. Wie hebben jullie liever als tegenstander? Sliedrecht, Apollo of Arbo in de finale? moeilijk, hè? Ja. Arbo. Ze hebben een iets moeizamer seizoen. Onderaan eigenlijk. Wel heel knap vind ik. Hun nieuws kwam ook naar buiten dat ze stopten. Toen wonnen ze 3-2 tegen Sliedrecht. Of verloren ze 3-2, dus wel een punt gewonnen. En kwamen ze nog een ronde door in de halve finale, dus, of kwartfinale. Dus ik vind het wel leuk dat ze zo een beetje terugkomen. Oké, dank jullie wel, Nienke en Roze. Bedankt voor jullie uitleg. En heel veel succes in de playoffs en in de halve finale van de beker. Yes, dank je. Dank je. Dan, kijkers en luisteraars, we hebben hier ook aan tafel lang gespeculeerd over de nieuwe naam van de bondscoach van de Oranje Dames. Inmiddels is de opvolger van Avital Selinger bekend, namelijk de Duitser Felix Kozlowski. Met trots mocht ik hem als een van de eerste interviewen. Het was een mooi gesprek en de beste stukken hebben we voor jullie op een rij gezet. In de rubriek Bellen met het Buitenland belde ik met de nieuwe bondscoach Felix Kozlowski. Mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Building Retail. Hier komt hij. Hi Felix, welcome in our show Tijd voor Volleyball, Time for Volleyball in English. What a pleasure to have you on, the new Dutch national team head coach. What is your feeling about being the new head coach? Yes, of course, I'm extremely excited about getting the chance to become part of this volleyball family. What is the strength of the team that is now the Dutch national team? I mean, I think you guys have a good mix of first of experienced players that already played in a lot of big competitions, and there's like a lot of young, really talented players that just staying ready to get on big international stage. Okay, and the biggest goal now for the period of your contract is 2024, the Olympic Games in Paris. We have this summer, the big summer ahead of those Olympics in 2024. What is important in the trajectory towards Paris 2024? I mean, now, especially in our situation that we have first, of course, to use the time to get to know each other quick, to bring inside my ideas of volleyball and talking also to the players, see what's the capacity of
our players, what we can do, what can fit good to this group of players. And I mean, I think we will get an VNL that we have to use really carefully for us to get to know each other better, and trying to include my idea of playing volleyball and my philosophy. And in the second part of the summer, are going to follow the European Championship and then the first Olympic qualification tournament. Good to hear. Nice to hear. All right, Felix, thank you very much to speaking to us in our show. Welcome to the Dutch national team and the Dutch volleyball family. Good luck with the rest of the season in Schwerin, and we hope to enjoy the Dutch national team and your coaching this summer. Thank you very much. Thank you that I could be part of it. Thank you. Bye, Felix. Bye-bye. 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 Het hele interview waarin Felix Kozlowski de Oranje Dames ook vergelijkt met het Duits nationaal team en waarin ik hem vraag of hij gestopte oud-internationals op gaat bellen om ze terug te halen bij het team, is beschikbaar als exclusieve content. En wil je nou deze content ook zien, dan weet je het. Neem je petje af voor Tijd voor Volleybal en ga naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Aan tafel is aangeschoven de technische directeur van de Nevobo, Herman Meppelink. En eigenlijk als we het hebben... Jan, over de bond, dan is eigenlijk Herman daar het gezicht van en de beleidsbepaler, of in ieder geval de verantwoordelijke voor het beleid. Herman, over Felix Kozlowski. Wat heeft de bond toen besluiten om voor hem als de nieuwe bondscoach te kiezen? Zijn profiel, zijn kwaliteiten, zijn mens zijn, hoe die als mens in elkaar zit. Het was gewoon de man die de beste match had met het profiel waar we samen met de spelers onder andere hadden opgesteld. Want wat is zo dat simpel. Profiel? Waar moest hij aan voldoen? Nou ja, om even kort te zijn, een stukje internationale ervaring en echt ook doorleefde ervaring met die internationale benchmark, zoals dat zo mooi heet. Dus echt snappen wat er speelt, want je kunt er wel naar kijken en erover praten, maar dat is nog niet zeggen dat je echt weet wat er speelt. We vonden ook zijn visie, of tenminste de visie op volleybal zoals we die graag zien in de komende jaren. Snel spel, internationaal, gezien de spelers die we ook hebben. Hè, we hebben geen Lonneke Sloetjes meer, laat maar zeggen. Dus je moet ook meer een Braziliaans speltype gaan spelen, waarschijnlijk de komende jaren. Maar ook de manier hoe die met spelers omgaat, hoe ze oplaat, hoe die denkt dat ze door dat internationale seizoen heen kunnen komen. Hè, want we weten alles van waarom Lonneke gestopt is, waarom Yvonne Belien stopt. Robin de Cruijff, om maar even te noemen. Door die combinatie met clubseizoen. Precies, het zware. Dus we moeten naar een andere manier van omgaan met spelers toe. Om dat duurzaam inzetbaar te houden. En daar zochten we naar. En daar hebben we met verschillende trainers over gesproken. En ik vind dat hij daar hele goede ideeën voor heeft. En we hebben er alle vertrouwen in dat hij als relatief jonge coach en toch behoorlijk ervaren daar vorm aan kan geven. Ja, want 38 is dat dan ook een voordeel in de zin van dat hij misschien het moderne volleybal beter begrijpt? Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat je 38 moet zijn om moderne volleybal te kunnen spelen. Dat zou een disqualificatie wezen voor iedereen die ouder dan 38 is. Maar het is wel belangrijk dat hij een opvatting heeft die aansluit bij de huidige spelersgeneratie. Dat is heel belangrijk. En hoe jonger je bent, misschien hoe makkelijker dat gaat. Maar daar hoef je niet geen 38 voor te zijn. Maar ik vind het juist omgekeerd. Iemand van 38 die al zoveel internationale ervaring heeft, dat vind ik heel bijzonder. Oké. En de vraag die bij velen altijd opgeroepen wordt en die jij misschien veel zal krijgen, of die ook door je eigen hoofd speelt, is: waarom is het geen Nederlander? Ja, omdat die gewoon niet goed genoeg zijn. Dat is heel de Nederlandse coaches. Ja, ik bedoel maar, en dat neem ik ze niet kwalijk. Maar je kunt in Nederland, hè, we hebben het net gehad over het niveau van de Nederlandse Eredivisie. Die is gewoon niet hoog genoeg om die standaard te bereiken. Dan moet je in het buitenland. Het is hetzelfde gedonder als met die Nederlandse spelers. Wil je gewoon het niveau halen, moet je dat in het buitenland halen. Wil je het brood verdienen, dan moet je dat in het buitenland doen. Dat is droevig, maar dat is gewoon de situatie. En je kunt niet door. En je kunt eens een keer een uitzonderingsgeval hebben. Daar hebben we ook wel naar gezocht. We hebben ook met Nederlandse coaches gesproken. Maar uiteindelijk toch volle overtuiging voor deze buitenlander gekozen. Jan? Ja, dat is een kwestie van, leid ze niet op, dan kun je ze ook niet nemen. Nee, maar dat doen we dus als bond niet. We investeren niet in trainers.
We investeren alleen in spelers, dat is het domste wat je kunt doen. Als je een speler opleidt, dan gooi je voor mij een kiezelsteentje in de vijver. Als je een goede trainer opleidt, dan gooi je er een baksteen in. Maar dan besteden we dus uit aan ZZP'ers en we hebben geen T5 meer, geen VT5 meer. Want die trainer die kan andere speelsters weer beter maken in plaats van dat je in iedere speler... Volledig eens met Jan, maar dat is iets wat je nu niet door een onverantwoorde aanstelling van de bondscoach kunt oplossen. Wij moeten dus echt als bond, als volleybalgemeenschap zeg maar breder, want je kunt niet alleen als bond, we moeten ze alle doen. Daar moeten we mee aan de bak. Dat is ook een van de plannen die ik gelanceerd heb met bestuur ook overlegd. Een van de eerste dingen die ik vorig jaar heb gezegd. We kunnen van alles veranderen in de bond, technisch wat we ook willen. Als we niet meer en betere trainers gaan opleiden, ben ik kansloos met alle andere acties die we ondernemen. Dus dat is wel een aandachtspunt binnen de bond? Ik vind dat prioriteit moet zijn. Ik ben benieuwd hoe het plan eruit gaat zien. Nou ja, ik heb een plan gemaakt, een volleybalacademie voor talentcoaches en topsoort coaches. Ik denk dat er echt een organisatie moet komen waar coaches in dienst kunnen komen, zodat ze beroepsperspectief krijgen, waar ook de opleidingsstructuur in ondergebracht wordt, zodat de bondscoaches ook weer de andere coaches gaan opleiden, zodat je echt een lerende gemeenschap krijgt met beroepsperspectief voor coaches, die dan door die organisatie zowel bij de bond kunnen werken, bij clubs kunnen werken, bij regio's kunnen werken, maar ook in het buitenland kunnen werken om internationale carrière te ontwikkelen. Dus die organisatie die zou coaches in dienst nemen en een soort uitzendbureau voor coaches zijn, waarbij ze verschillende opdrachten bij clubs vervullen. Maar die begeleiding is ontzettend belangrijk. Als je nu kijkt, is het zo dat Nederland is het land waar we de scheidsrechters de beste opleiden. Nederlandse scheidsrechters hebben ontzettend veel. Dat is geen grap. Rob, is het niveau niet hoog genoeg? Maar okay. Ook, daar is in ieder geval we stoppen veel, er veel tijd in. Daar is veel energie en tijd in gestoken. En in trainers steken we nul tijd. Hè. Er is helemaal niks. Erik Rijsma is de enige die internationale ervaring heeft en niet voor de bond doet. En die zou dan in het perspectief moeten gaan passen van bondscoach worden. Ja, maar die is nu nog te jong. Ja. En het zou mooi zijn als een type als Vera Koenen die kans had gekregen, want die had ik het graag gekund. Ja, maar precies. Maar dan had je 20 jaar geleden denk ik al moeten beginnen. Ja. En 20 jaar geleden, toen was ik directeur van het CIO's Heerenveen, toen hadden we het er ook al over dat soort dingen moesten gebeuren. Vanuit een hele andere rol. Hè. Ja. Dus het is niet gebeurd. En iedereen die zegt, ja, maar dat is heel ingewikkeld wat je wil. Ik zeg, ja, dat klopt ook zo. Maar als we weer niks doen, dan is in 2040 nog precies dezelfde situatie. Hè? Vergeleken met toen Vera nog jong was. Ik ben heel benieuwd naar je plannen. Dus er is eigenlijk een plan om over 20 jaar... Nou ja, precies. Maar ik denk wel dat er nog heel veel het plan is. Maar nou moet het gaan activeren. En dat betekent dat je daar ook support voor moet hebben. Hè? Want ik spreek binnenkort met André Katz van de NOC-NSF ook over. Want het is eigenlijk niet uniek voor volleybal. Dat geldt bijna voor alle sporten in Nederland, kan ik je zeggen. Nou, kan Jan de eerste mentor worden in de voetbalacademie? Ja, wie weet. Ja, tekenen, meteen een paragraaf. Ik doe het gratis. Alleen maar mooi. Oké, en dan een ander onderwerp wat we aan willen stippelen is een beetje de ontwikkeling nu. We hadden het net over teams die wegvallen door wel indirect de licentie-eis van de Nivobo. Want eigenlijk heeft de Nivobo een eredivisieplan opgezet waarbij ieder seizoen de licentie-eis, het budget, dus gewoon wat een club moet hebben, omhoog gaat. Dat is dit seizoen €75.000 waar je aan moet voldoen. Volgend seizoen is dat al €125.000. En dat gaat steeds op, als ik het goed heb, Herman, €250.000 over 3 jaar. Corrigeer me als ik het verkeerd heb. Nou, ik denk dat je ook een paar dingen, ik weet het ook niet precies uit mijn hoofd, maar voor de mannen en vrouwen is het ook nog verschillend. Ja. Dus ik dacht dat de vrouwen het komend jaar een ton moesten hebben, of 75, en die gaan dan ook per stapjes omhoog, per 25, en bij die mannen gaat het ook omhoog. En waar het precies eindigt, weet ik niet, maar 250.000 is ook veel te weinig. Als we tenminste de ambitie hebben om internationaal gewoon wat mee te willen doen. Hè. Dat zou nog meer moeten zijn. Ja, ik weet niet wat de mensen hier weten, maar als je... De Belgische kampioen met de mannen, die heeft 2 miljoen ongeveer, plus minus. De Duitse topteams hebben ook in de orde van die grote budgetten. Ja, dan kom je €250.000 natuurlijk nog niet eens in de buurt. Nee, want dat zijn dus licentie-eisen. Dit jaar is je bijvoorbeeld €75.000 bij de mannen, weet ik. Maar de topclubs die zitten rond de €500.000 in Nederland. Ja. Dus die hebben al wel duidelijk meer. Maar andere clubs, bijvoorbeeld Taurus, die zit daar wel in de buurt. En dan is het voor Taurus een stap naar €125.000 wel een grote stap. Waardoor ze hebben gezegd, ja, daar kunnen we niet aan voldoen. We kunnen niet aan €55.000 komen. Of we hebben de energie niet, of we kunnen het gewoon niet vinden. Niet dat er niet is. Maar dan verlies je die clubs. En dat zijn er een aantal geweest nu in de afgelopen periode. Hoe kijk jij daarnaar, Herman?
Nou ja, zodra we onder de 8 patiënten komen, vind ik het zorgelijk. Want ik denk dat je nog een hele leuke competitie met 8 teams kunt organiseren. Zodra die kleiner wordt, wordt het wel heel mager. Dan begin je gelijk in de kampioenspool, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is wel heel zorgelijk. Maar kijk, het is een beetje van tweeënlei. Je wilt of prof, semi-prof volleybal spelen. Dan zul je die kant op moeten. In Duitsland hebben we over 10, 15 jaar geleden toevallig met Felix nog over gehad. Was het ook veel lager. Hebben ze echt die beweging omhoog ingezet. Eisen te stellen. Iedereen riep ook daar kan het niet. Daar is het wel gelukt om een aantal dingen te doen. Tegelijkertijd kunnen we ons daar niet helemaal aan spiegelen. Want ze zijn veel kleiner dan Duitsland. Als je naar Schwerin kijkt waar Felix speelt. Die hebben 2 miljoen achterland. Nou ja, tel even uit. Dan kunnen we 9 clubs in Nederland hebben. Ja. Hè? En dan over de beide genders verdeeld. Ik denk ook dat als wij het voor elkaar krijgen om per gender 8 teams goede competitie te laten spelen. En dan denk ik, er waren een stuk of 4, 5 ook echt een beetje betalen kunnen. En dat echt prof wordt en ander wat semi-prof. Dan doen we het hartstikke goed. Alleen, of we die slag gaan maken, ja, dat gaat de komende 15 jaar het verschil maken. Daar is dit plan voor, want als we nog verduidelijken, die licentie eisen, dat is niet 125.000 euro voor de bond. Dat is een eis die stelt van dit moet je begroting zijn en van die begroting gaat er wel een bedrag naar de bond, maar dat is gewoon voor de organisatie, voor de competitie. En de rest is eigenlijk zo hoog ingesteld, zodat je spelers kan gaan betalen, trainers kan gaan betalen en de faciliteiten kan organiseren. Dat je een ordentelijke organisatie neer kunt zetten. Kijk, en het verschil gaat niet gemaakt worden door de licentie alleen omhoog. Wat er ook gebeurt, is die topsportcompetitie die in Nederland ondersteund wordt. Hè. We zijn ook bezig om, want de overheid heeft eindelijk ook door dat verenigingssporten of teamsporten, topcompetitie ook wat waard is. Hè. Daar hebben we tot nu toe nooit wat aan gedaan. Frankrijk, Jan noemde het in deze uitzending even. Moet je eens kijken hoeveel de overheid daarin investeert. De gemeente, om die teams gewoon een te subsidie laten vanuit gemeente aan, gemeente, aan clubs. En dat regio's, daar wordt echt zwaar in geïnvesteerd. In Duitsland zit er veel in het bedrijfsleven, maar de overheid, alle accommodatie is gratis. Hè, wordt gratis ter beschikking gesteld. Nederland doet relatief weinig wat dat betreft. Nou, er is nu in elk geval een goede notitie over geschreven, waarin goed onderkend wordt dat dat een probleem is. Het geld blijft nog een beetje achter. Dat is dan wel in Nederlands natuurlijk aan de andere kant. Maar er komt toch een klein beetje op gang. En ik denk dat de sleutel wordt of we gewoon toegang tot de media kunnen krijgen. Een van de dingen die ook gaat gebeuren is, heb ik begrepen, want dat is nou niet direct waar ik dagelijks mee bezig ben, is dat er wekelijks een uitzending komt, in elk geval 1 eredivisiewedstrijd op de zender. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook sponsoren helpen om in het volleybal te stappen, zodat er geld naar volleybal gaat. Want dat is de sleutel voor alles. Als wij internationaal omhoog willen, moet er geld naar de eredivisieclubs, zodat er fatsoenlijk getraind kan worden. Mensen betaald kunnen worden om ook die commerciële kant uit te buiten. De trainers betaald kunnen worden, de spelers een beetje vergoed kunnen worden. En die kant moeten we op. Is dat de kant dat we op moeten, Jan? Ja, hoe krijgen we het bedrijfsleven erbij? En als je naar het vrouwenvoetbal kijkt, hoe dat in korte tijd stappen heeft gemaakt, is alleen door media en door de geld in te stoppen. En je begint met een vrouwenvoetbalclub en je krijgt een ton van de KNVB. Ik zit er wel voor me bij het niveau voor dat ze een ton beschikbaar stellen, zou Sneek meteen. Als we dat geld zouden hebben, dan dat denk ik dat goed. Nou ja, kijk, wat voetbal natuurlijk al voordelen heeft, die maken gewoon een package. Je krijgt geen mannen uitzenden, je krijgt geen vrouwen gaan uitzenden. Ja, dus vandaar dat het. Zijn en dan gaat mee kunnen leeftijd. Ja, precies. Maar Jan heeft wel in de. Zij hadden een sleutel om die vicieuze cirkel op gang te krijgen. En daar zitten wij naar te zoeken. Ja. Dat is een hele lastige. Ja. En als je het over mannenvolleybal hebt, dan zijn er 4 teams die een 500.000 te besteden hebben. Maar ik denk dat het bij de vrouwen niemand is die 2 ton heeft. Sliedrecht gaat het in het verleden. Had het, maar nu niet meer. Ik ken de groot laatste niet. De beste jaren van de Arke Pollux hadden we 240.000 euro. Toen waren we twee vingers in de neus konden we kampioen worden. Dat is de kwestie natuurlijk. Daarmee had je het hoogste budget en ook de beste spelers. En dat was genoeg om kampioen te worden in Nederland. Maar kijk, als je naar een organisatie kijkt, eigenlijk zou die eerste 80.000 euro voor je staf moeten zijn. Ja. Maar hoeveel, en nu praten we over vrijwilligersvergoeding. Zodat die professioneel bezig kunnen zijn met de inrichting van de structuur. Ja, natuurlijk. Nu praten we over, denk heel veel over vrijwilligersvergoeding en dan hebben we het over 1900 euro. En dat gaat niet werken. Nee. Je kunt het er niet bij doen. Je moet het echt als professioneel doen. Je moet er de uren in kunnen steken. Anders gaat het niet werken. Dus wat zijn de stappen, Herman, die wij nu als niet alleen als bond, maar als land moeten gaan maken om
de Eredivisie over 5 jaar op een beter niveau te krijgen. Dat is dus deels, het bedrijfsleven moet er meer bij betrokken jonge zijn. Jonge spelers moeten blijven? Jonge spelers moeten blijven. Sjors, we zijn weer terug. Wij zijn jonge spelers, daar moeten wij blijven hiervoor. Dat kan. Kijk. En meer teken, geld. Meteen tekenen. Ja, kijk, maar waarom gaan jonge spelers weg? Omdat er inderdaad de geld niet is. Omdat het programma niet op niveau blijft is. Blijft de vicieuze cirkel. Dus wij moeten eerst zorgen dat er op niveau bij die Eredivisieclubs getraind kan worden. En voor de korte termijn zal er nog even flinke ondersteuning van de bond nodig zijn. Vandaar dat we nu met de dames bezig zijn met een hybride programma. Heet dat een heel deftig stuk op Papendal trainen. Een stuk bij die club, hè. Ja. Dan ga je een deel van het probleem oplossen. Ja, wat Jan kort hierover dan, want dit is interessant. Tot slot, dat wordt de vang van het talentteam, wat het nu niet gelukt is. Ja. Wordt een hybride programma waarbij ze op Papendal kunnen trainen en bij de clubs. Ja. En wat is het voordeel daarvan? Nou, dat je A, die kwaliteit gaat leveren die die club niet kan leveren. Het aantal uren overdag trainen. En plus dat je toch, wat er ook vandaag aangegeven wordt, met oudere spelers traint. Laten we hopen dat er nog een paar zijn. Waar ze toch die hardheid en die wedstrijdrelevantie met andere spelers kunnen opvangen. Waardoor er een completer opleidingsprogramma komt. Goed idee. Ja, maar je moet ze wel sturen. Je moet zorgen dat er 4 clubs komen die een talentteamprogramma krijgen. En die spelers krijgen, maar het probleem is altijd de studie. Ja. Van dat, hoe ga je die studie voor die kids regelen? En daar moeten we oplossen. Sneek voelt zich dan meteen alweer bedreigd. Want die denken van iemand die 's morgens op Papendal moet trainen en 's middags Sneek. Dat is een hele moeilijke. Maar je zou er wel naar moeten kijken. Je zou er wel een gelegenheid moeten geven. Je moet dan niet naar de usual suspects kijken van wat zit er rondom Papendal. Ja, nee. Alle clubs mogen meedoen, maar de organisatie is ingewikkeld. Dat is precies wat Jan zei. Maar daarvoor ben jij natuurlijk. Ja, daar dagelijks voor betaald. Genoeg te bespreken nog voor een andere keer. Hè, en ook breder. Dus kom je een andere keer nog een keer langs? Ik kom graag langs. Met heel veel plezier. Dankjewel. Meer informatie zullen we in de omschrijving zetten over de licentie-eisen. Dat die duidelijk is. Dankjewel voor je toelichting, Herman. Graag gedaan. Volgende keer gaan we het hebben over een belangrijk onderwerp. Grensoverschrijdend gedrag in het volleybal. Dan komt Rick van der Sluis vertellen over zijn ervaring en vertelt Vera Koenen vanuit haar rol als vertrouwenspersoon en rechercheur zedenzaken bij de politie hoe je hiermee als betrokkenen en als club mee om kan gaan. Zeker kijken dus. En ik wil je gewoon even op persoonlijke noot bedanken. Ik vind het heel tof om al jullie reacties binnen te krijgen. Iedere sporthal die ik binnenloop hoor ik mensen die luisteren. Ik sprak laatst iemand bij de Supercup, is dat nog een tijd geleden. En die sprak ik. We waren bij de Supercup van de dames en die sprak me aan van leuk programma, dit en dat. En die zei van, nou, ik zag hier Emma en Anna zitten en daarom ben ik naar de wedstrijd komen kijken. En toen vroeg ik van, had je anders niet komen kijken? Zei ze, nee, ik ga eigenlijk alleen bij de mannen kijken. Maar doordat ik dat verhaal bij jullie hoorde, ben ik komen kijken, want ik was geïnteresseerd. En dat is ons doel en dat vind ik prachtig. Dus als we dat bij één iemand hebben kunnen bereiken, vind ik dat heel mooi. Jullie in ieder geval bedankt dat je het nu weer tot het einde hebt gered en dat je iedere keer weer kijkt. En als je de eerste keer hebt gekeken, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bedankt aan mijn gasten, bedankt aan het publiek, bedankt aan spraakmaker Jan Berendsen. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Blijf dromen, tot de volgende keer. Wat gaaf dat je weer naar Tijd voor Volleybal hebt gekeken. Dan ben je vast en zeker een liefhebber van ons programma en wil je ons graag steunen. Dat kan via Petje Af. Met een tientje steun je ons programma en krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ook kan je ons programma steunen door de kortingscode TVV23 te gebruiken bij je volgende bestelling op volleybaldirect.nl. Daarmee krijg je in combinatie met je Nevobo-nummer in totaal 12,5% korting op je bestelling en gaat een deel van het aankoopbedrag naar ons programma. Blijf dromen en tot de volgende keer.